met de muziek. Nee, ik ben niet ziek, nee, maar... Het is de feestelijke opening van het nieuwe concertseizoen. En dat doen we gezamenlijk met twee andere culturele partners hier in de straat. En dat is de Nieuwe Vorst en dat is Sinne City. Ik ben goed dansen, trok haar bekken. Maar ik kon er niet op lachen. Toen ging de rat op zijn handen lopen. Ja, dat was een heel gek gevoel, maar... Maar kikker lachen niet. Het komende seizoen staat eigenlijk in het teken van samenwerken. En samenwerken in de brede zin van het woord. Dat is samenwerken met andere Tilburgse culturele partners. En volgende week begint Incubate hier in Tilburg, 7 dagen lang. We hebben ook een concertserie die heet Over the Edge. En dat is een maandelijkse concertreeks. Maar we werken ook samen met Theater Tilburg, waar we paradoxaal mee neerzetten. Waar we eigenlijk... bands en artiesten neerzetten die eigenlijk te groot zijn voor Paradox. Dus pakweg waar een publiek op afkomt tussen de 250 en 750 bezoekers. Paradox is daar te klein voor en dat speelt dus in Theater Tilburg. Maar we werken ook samen met Mondial en met 013, die geen hele kleine zaal meer heeft. Alleen maar een grote en een nog grotere zaal. Nou ja, goed, en de kleinere acts, daar hebben ze andere podia voor nodig. Onder andere ook Paradox. Vooral jazz natuurlijk, maar we hebben ook een rootsclub serie, we hebben ook folkmuziek, we hebben wereldmuziek. We werken veel met de opleidingen, en dat zijn de kunstopleidingen als de Academie en het conservatorium, maar ook de universiteit. President. En wat we eigenlijk met de seizoensopening willen doen is al die mensen uitnodigen, een stukje laten zien van wat we doen hier in het theater. En eigenlijk de opening van een nieuw seizoen vieren met je publiek, maar ook met alle makers die hier altijd komen. En met iedereen samen laten zien waar we het hele jaar weer aan gaan werken. Dus ik wilde voorstellen om het allemaal weg te gooien. Al het geld. Het papiergeld kunnen we in de papierbak doen. De muntjes kunnen we bijvoorbeeld omsmelten. Tot mooie standbeelden. Wij zijn voor jong, onbekend, avontuurlijk, extreem, een beetje scheurend, anders. Het gaat ook over andere soort kunsten. Wij doen geen musical, wij hebben geen cabaret. En wij zijn het soort andere podium. Euro! Zeg, hé, hallo. Stel je niet zwaaien, je bent nog geen Griekse euro. Dus we hebben bijvoorbeeld een voorstelling uit de beweging een meme. Theater in oktober, Carina Holler. Het is een van de iconen uit Nederland. Nou, daar kijken wij naar de liefhebbers van de Tweede Wereldoorlog, van de 4-5 mei-comité, al dit soort dingen. En dan hebben wij de andere keer een circusvoorstelling en dan gaan wij gewoon veel meer naar jongeren kijken. Gebeurt er dit jaar nog iets heel anders dan de vorige jaren? Ja, inderdaad. We hebben ons normale theaterprogramma, maar we hebben natuurlijk de fantastische villa. En sommigen uit Tilburg weten nog dat hier ooit de Kamer van Koophandel gezeten heeft. En we hebben een kluis in de kelder. De kluis heeft plusminus 25 vierkante meter. En we hebben het project De Kluis en de Kluizenaar. Kluis betekent, je slaat iets op wat waardevol is. Een kluizenaar trekt zich terug om in zijn gedachtegoed verder te ontwikkelen. Kunstenaars hebben altijd een soort incubatietijd. En wij sluiten eigenlijk een week lang één kunstenaar op in de kluis. En dan gaat die vrijdagavond om 7 uur open. En dan mag je deelgenoot zijn van wat hij die week beleefd heeft.
Hoe werf je nou publiek en ja, misschien ook nieuw publiek weer? Ja, daar zijn we natuurlijk elke dag mee bezig. We hebben eigenlijk een behoorlijk vaste club mensen die komen. En daarvan hebben we kanalen waarmee ze ons kunnen volgen. Dus we hebben Facebook, we hebben een website, andere social media. We maken een poster en een flyer elke maand met het programma. Maar we willen natuurlijk ook heel graag zoveel mogelijk nieuwe mensen uitnodigen. Omdat we ook denken dat we een mooi aanbod hebben wat voor heel veel mensen geschikt is. En daarvoor zijn we eigenlijk continu bezig. We hebben nu een nieuw online magazine gemaakt. De eerste editie is net verschenen, die was voor september. We zijn nu bezig met die van oktober. En dat is eigenlijk een hele nieuwe manier om mensen heel veel informatie te bieden. Niet alleen met een tekstje, maar ook met trailers of met interviews of met achtergrondinformatie. En dat verspreiden we via zoveel mogelijk kanalen. Dat is natuurlijk het fijne van een online magazine. Dat je daar zoveel mogelijk mensen mee kunt bereiken. En dat je net op een andere manier kunt laten zien wat je hier eigenlijk allemaal doet. Iemand misschien mij kan helpen. Pam pam pam. Je bent natuurlijk heel bekend van de groep Focus. En vanavond ga je vooral jazz doen? Of wat ga je vanavond doen? We gaan ook stukken van Focus spelen. En met mijn meest vertrouwde en fantastische drummer Pierre van der Linden, die ook deel uitmaakt van de groep Focus. En Koos Wiltenburg. Hij is de bassist en ook initiatiefnemer. En Thomas Zoetelief is de gitarist en dan nog één stergitarist. En dat is zeg maar een wereldster. En dat is Eef Albers. Treden jullie vaker op met deze groep? Ja, te weinig. Maar als het is, is het altijd een feest. Altijd. Heb jij nog plannen voor de toekomst? Andere muziek, nieuwe muziek? Nou, ja, ik ben bijna weer aan het toeren in Engeland met Focus. Dat doen we elk jaar 2 keer, of 3 keer zelfs. En daarna gaan we naar Denemarken, ook een stuk of 5, 6 optredens. En dan is de bedoeling weer Nederland, nu ook nog weer een paar Nederlanden. Groot optreden in Kralingen, zo 45 jaar lang. Geleden zijn we toen in Kralingen geweest en nu dus weer. Vroeger was het heel veel middeleeuwse muziek, misschien Bach en ook R&B uiteraard de niet-blanke zijde van Amerika, wat we altijd interessant vonden, ook ritmisch. Maar zo erg is het niet veranderd. De stijl, zeg maar, als je van een stijl mag spreken, is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ja, jullie blijven altijd herkenbaar als groep Focus. Dat hoop ik. Toch? Ja.